Was het moeilijk? Het was wel even zoeken. Maar stapje voor stapje kom je wel steeds verder bij de eindstreep. En dat motiveert ook wel om gewoon verder te gaan als team. En gewoon goed te blijven zoeken op het internet. Hackathon op een school. Waarom organiseren jullie dit? Ja, de edusector is heel belangrijk voor ons. En de studenten die hier nu aanwezig zijn, die zijn informatiebeveiliging aan het studeren. En ik denk dat dat ook de toekomst is, ja, voor een veiliger internet. Misschien zit die beperking er niet op. We moeten op de toetsenbord dingen doen. En ze hebben nu contact met een professionele partij die ze daarbij kan ondersteunen. Samenwerking met een bedrijf als G-Data helpt ons enorm om die expertise, die kennis en de snelheid in huis te halen. Zodat we onze studenten daarmee direct in aanraking kunnen laten komen. Maar tegelijkertijd ook onze docenten mee kunnen nemen in het verhaal. Zodat ze kunnen professionaliseren en de inhoud die dan eigenlijk, zeg maar, gevraagd wordt van het werkveld terug te vertalen naar het onderwijs. Dit verhaal nu aan studenten? Wel, voor studenten is het vooral belangrijk om ook te zien en om zich in te leven hoe ze ook zelf bijvoorbeeld met dat dark web kunnen omgaan en hoe ze ook met de bedreigingen vooral kunnen omgaan en hoe ze dat kunnen gebruiken als het ware in het verhaal om verder op een goede manier te kunnen verder studeren, hoe dat ze dat kunnen gebruiken, hoe dat ze dat in hun educatie kunnen gebruiken en hoe dat ze daarmee kunnen omgaan in de toekomst. Fellowship programma ondertekend en dat houdt zoveel in dat we dus de intentie uitspreken naar elkaar toe dat we in de toekomst veel meer met elkaar willen gaan samenwerken. Het wordt een drukke tijd voor jullie. Zin in. Een baan in de security sector, zie je dat zitten? Ja, het is wel zeker te weten mijn interesse, dus ik zou het wel zien zitten voor later. Heb je dit vroeger ook al veel gedaan, sites hacken en zo? Nee, niet echt. Mag ik best zeggen hoor? Nee.